Het Kennis- en Expertisecentrum Suriname KES heeft afgelopen week de eerste lezing van een serie gehouden. Het thema was Spiritueel Leiderschap, verzorgd door de inleider Dirk Curry. Tijdens zijn presentatie sprak hij echter over spiritualiteit, leiderschap en macht. Volgens hem is een belangrijk onderdeel van leiderschap niets anders dan het beïnvloeden en motiveren van andere mensen. Leading and learning, ja, is heel erg belangrijk voor iedere leider om daarin mee te gaan. Ik zei al, ik heb niets over verandering gezet, maar ik heb toch wel dit element meegenomen. Leadership is about change. Het gaat erom, wat doe je in een organisatie? Je wil die organisatie van punt A naar punt B brengen. Dus je wil mensen brengen op een journey. Ja? En dat is allemaal met verandering te maken. Dus veranderingsmanagement is een heel belangrijk element van leiderschap. Curry zei verder dat spiritualiteit een heel gevoelig onderwerp is. Belangrijk hierbij, volgens de inleider, is dat spiritualiteit de connectie is naar iets dat groter is dan jezelf. Macht heeft te maken met overwicht hebben over andere mensen. Curry wees aanwezigen erop dat mensen in iedere rol waarin ze terechtkomen een machtsinstrument meekrijgen. De kunst is to use it wisely, benadrukte hij. Een ander belangrijk element is diepe gevoelens van geloof. Je moet ergens in geloven, je moet een belief system hebben als het gaat over spiritualiteit. En het gaat niet om het fysieke, nee, het gaat om iets van binnen. Ja? Iets van jou, waar je naar moet gaan zoeken wat het is. En dat is denk ik heel erg belangrijk in spiritualiteit. Ik zeg altijd, macht moet je gebruiken in last resort. Is niet om als eerste weer rond te rennen. Iemand ontslaan is heel simpel. Daar hoef je niet voor naar school te gaan. Ja? Maar het op respectvolle wijze doen, is wel heel iets anders om daarmee om te gaan. Dirk Curry, afgelopen vrijdag was hij de inleider tijdens de eerste lezing van het Kennis- en Expertisecentrum Suriname KES. Het thema van de lezing was spiritueel leiderschap. De lezing is gehouden in de zaal van KES aan de Fred Derbystraat. Getuige de grote belangstelling voor de lezing praat het KES over een geslaagde eerste activiteit.